Het is vandaag maandag en begin de dag met een gezond ontbijt. Bij de McDonald's zit dat Alexandrium en ik ben McJordan. En die heeft ook een Happy Meal. Dus dat gaan we lekker eten. Je bent nooit te oud voor een Happy Meal. Oké. Je kan hier dus milkshakes maken. En je moet er dan geld in voeren. Dus dat gaan we nu doen. Ik heb hier mijn geld en ik ga het erin doen. Oké. Nee, je moet het geld erin. Oh. Nee, ik wil banaan. Hoe werkt dit? Oké, dan moet je beginnen. Dus stop dan. Oh, kies je smaak. Wat is dit? Je vrouw krijgt je geld niet. Oh, wat een kutsoort, zeg. Oh, kijk dan. Ik heb ineens heel veel geld. Ik heb alleen maar 50 centjes. Oké, bananending ging niet. Hou mijn vingers stuk vast. Oké, maar wat moet je doen? Je raakt het beeldscherm aan. Oké, nou dat gaan we doen. We raken het beeldscherm aan. Werp. Kijk, een uri. Dit gaat echt super lang duren voor de vlog, maar niet. En nou nog die laatste 50 cent. Oké, kies je smaak banaan. Waar ligt een beker dan? Ik ga naar de deurtje zetten. Kijk, hoe vet. Bij Marcy. Ja, en dan gaat dit. Dan krijg je hier. Daar is mijn rietje sowieso, maar. Wat leuk! Hier doe ik allemaal. Ik ga dit verschillen. Een sprintje. Ik heb mijn rietje. Hier heb je 2,5. Probeer. Oh, van die Dutch Opera. Zo cute! En dit is mijn milkshake van Marcy. Van Marcy's. En dit kan je gewoon maken bij de Mediamarkt. Enjoy! Goedemorgen, het is vandaag dinsdag, een nieuwe dag. Ik cheat eigenlijk een beetje, want het is al 4 uur. En ja, waarmee ik film is mijn telefoon. Soon, over 2 weken. Dus voor jullie dan nog een week mag ik een nieuwe telefoon. Maar ik ben dus even naar de stad geweest en mijn telefoon waarmee ik dus film, die was leeg. Maar ik heb aardig wat leuke dingetjes gekocht vandaag en dat wil ik graag met jullie delen. Dus ik ga ze even laten zien. Ik heb alles in deze hele grote tas gezet van de HEMA. En als eerste ging ik naar de H&M en daar kan ik best wel goed slagen de laatste tijd. Er komen heel veel items ook vandaan, waaronder deze trui en 2 items die daar op die stoel liggen. Maar ik slaap normaal in deze broek, in mijn Nike broek. Die doe ik dan aan als ik gewoon lekker chill wil zitten. Maar ik ging dus naar de H&M en vond een nieuwe broek. En dat was deze. Dit is dus mijn nieuwe broek en dit zijn allemaal met sterretjes erop. Super leuk. En deze was nu maar iets van 7 euro. Dan gaan we door. Dan heb ik bij de Albert Heijn heb ik iets gehaald voor een video. En ik wil binnenkort de Babyfood Challenge weer gaan doen. En ik heb dus al 2 items gehaald. Deze Liga. Baby Biscuits en deze van Nijntje, super schattig. En die ga ik dan binnenkort op mijn YouTube kanaal uittesten. Dan heb ik nog appelsap gekocht. En toen heb ik 2 dingetjes gekocht voor mijn YouTube kanaal. En omdat ik gewoon meer rust in mijn hoofd wil. En ook gewoon de planning wil doen. En ik moet binnenkort ook editen. Binnenkort weer voor de video's die binnenkort weer online komen. Als eerste kocht ik dit notitieblok. I know, het is een meisjesprint. Maar kijk die prijs. Ik vond deze gewoon echt super schattig. En dit kan je gewoon uitscheuren. En dan zie je het niet. Maar ik ben heel erg geobsedeerd door fine liners. Dus ik heb deze ook gekocht van de HEMA. En deze was 1 euro. Dus
Ik heb voor 2 euro heb ik gewoon een heel leuk schoolsetje gekocht. Dan is dit alles wat ik heb gekocht. Het was niet zo heel veel, maar ik had ook niet zo heel veel dingetjes nodig. En dan gaan we nu weer verder met de vlog. Dus ja, ik ben klaar met filmen net. Oké, dus ik ga nu alles even een plekje geven. En dan ga ik lekker mijn nieuwe joggingbroek aantrekken. En dan zie ik jullie zo weer. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik heb niet echt gevlogd vandaag nog. Het is nu ongeveer, even kijken, 10:04. En ik heb een uur geleden te horen gekregen dat ik geslaagd ben voor mijn examen sign. Oh my god, ik ben gewoon geslaagd. Dus, dat betekent officieel zomervakantie. Ik hoef niet meer naar school te komen. Super nice. Morgen heb ik trouwens was er bij de HEMA een actie, een schoolactie. Dat je mee kon doen en een leuke vraag kon insturen. En dat je een meet and greet kon winnen met Rutger Vink. En die heb ik ook gewonnen. Dus ik heb echt mijn dag kan gewoon niet meer stuk. Ik heb de meet and greet gewonnen. En ik ben gewoon geslaagd. Oh my god, ik kan gewoon niet geloven dat ik geslaagd ben. Er zijn heel veel mensen uit mijn klas zijn geslaagd. Dus natuurlijk ga ik ook mijn diploma-uitreiking filmen voor jullie. En dat wordt super awesome. Woep, 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 woep. Super awesome wordt dat. Dus ik ga er weer even vandoor en ik zie jullie zo weer. Yay, we eten Mackey. Woep, 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 woep. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en we beginnen de dag met een bagel. Oeh, mijn bagel is warm. Mijn en Sham en boter. En ik ben met Jamie aan het lunchen. Yay. En Jamie had een broodje carpaccio. En ijsd. En ik heb chocomel. En we gaan zo meteen naar de prima. Yes, yes, yes. Want we hebben gewonnen. De meet and greet met Rutger. Nou, we lopen dus nu in de HEMA. En we hebben een barnetje gekregen. En hier is het school event. Daar zo. Oh, hoi Jamie. Daar is het volgend en we lopen nu en we hebben een bandje, dus dat is super chill. En hier is het school event. Ik ga het even voor jullie weten. Moesten jullie niet naar school? Ik dacht, mocht je nu naar school, moet je schoolspullen gaat halen, toch? Dat is voor je toekomst ook heel goed. Nou, leuk dat jullie er allemaal zijn. We gaan zo meteen natuurlijk de meet and greet doen. Maar ik dacht, we kunnen ook eerst eventjes een Q&A doen. Dus heeft iemand tevoren een leuke vraag? Daar zit ik al. Wacht. Als je nog iets van je bucketlist mag afstrepen, wat zou het er zijn? Oeh, ik zou heel graag naar Amerika willen, eigenlijk. Dus ik laat echt een rondreis maken. Dat zou ik heel graag willen doen. Ik heb natuurlijk al parachute gesprongen als een eenhoorn. Dus ja, dat heb ik al gedaan. En verder, ja, ik zou graag nog willen reizen. Heeft iemand nog een vraag? Wat betekenen het kijken voor jou? Oh, nou, jullie zijn. Ja, dat is de reden dat ik natuurlijk de filmpjes maak. En ik vind het zo tof dat jullie nu allemaal zijn gekomen. En ook als ik zelfs een Hallo shirt zie, purple shirt. Of, ja. Ik vind het super cool, ook als je het trouwens niet hebt, als je er hier gewoon bent. Ik vind het zo leuk en ik kan niet wachten om zo meteen het wereldrecord selfies te verbreken met jullie. Dat gaan we doen, toch? Heeft er nog iemand een vraag? Vanmiddag komt er trouwens Vraag het Ver online. Een hele speciale versie. Een hele speciale editie. Maar dit is Vraag het Ver live. Heb je een favoriete smaak Starbucks? Ja, die in de herfst er altijd is met pompoen. Die vind ik altijd spice latte. Heet die zo? Ja. En nou, er is nu iets met marshmallow. Dat is zo lekker. Dat moet je echt proberen. Een s'more, weet het volgens mij. Dus dat, die. Als ik 1 minuut iets tegen de wereld mocht zeggen. Ik zou het eigenlijk niet weten. Ik denk dat ik gewoon een liedje zou zingen of zo. Ja, dat denk ik. Oh, voor Finding Dory. Nou, Disney had gezien dat ik een kleine obsessie met Disney had. Dus ik kreeg op een gegeven moment ineens een mail. En ik dacht echt, dit kan niet waar zijn.
of ik een stem wilde inspreken in Finding Dory. En ja, toen heb ik het gedaan. En ik heb hem gisteren gezien. Hij is echt heel erg leuk geworden. Ja, dus, zeker gaan kijken. Is er nog iemand te vragen? Ik zie hier nog iemand. Vind jezelf. Vind jezelf. Vind jezelf. Vind jezelf. Nou, ik wil wat in mijn vlog gaan. Ja, tuurlijk. Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken. Vergeet deze video even niet een duimpje omhoog te geven. Hè? En veel kijkplezier nog. Dankjewel. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en het is de dag na de meet and greet met Rutger Vink. En ik ben nu al een tijdje wakker, het is nu 12 uur. Ik heb al ontbeten, check. En ik heb een nieuwe verslaving, maar binnenkort ga ik een soort van wat ik heb gegeten op een dag video opnemen. Dat doe ik dan niet in de vlog, maar een keer als extra video voor op woensdag of zo. Vind ik wel leuk. Wat ik vandaag ga doen is vrij weinig. Ik ga gewoon rustig chillen, lekker video kijken op mijn telefoon, visie, whatever. En ik ben nu een vlog aan het kijken van Megan Rings en Naked Vlogging. Dat doet ze gewoon first of a new weekly vlog. En dat is vlog nummer 1. En ik hou echt van haar vlogs, want haar vlogs zijn zo ontzettend leuk en grappig. En ik heb trouwens ook vandaag te horen gekregen dat ik auditie mag doen voor iets super tofs, waar jullie later meer over gaan weten of horen of whatever. Ja, ik ga er nu weer even vandoor en ik zie jullie zo weer. Ginger. Hallo schat. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik heb gisteren niet echt gevlogd, maar dat komt omdat mijn telefoon waarmee ik vlog kapot is en dus ik heb geen telefoon, nou mijn oplader is kapot. Dus, en dat gebeurde gisteravond, dus mijn telefoon ligt op mijn nachtkastje nu. En ja, het is nu lekker weer buiten. En ik wil jullie trouwens nog wat laten zien, want ik was donderdag bij de schoolcampus van de HEMA event. En daar hebben wij twee foto's gemaakt en die ga ik jullie nu laten zien. En ik ga zo meteen, ik heb helemaal niet verteld wat ik ga doen vandaag. Ik ga vandaag naar de Primark om een nieuwe oplader te halen. Want dat is echt nodig. En morgen mag ik mijn nieuwe telefoon gaan ophalen. En gaan kopen. Dus dan neem ik de iPhone 6S, hoop ik. Maar dat zien jullie in de vlog, weekvlog van aankomende maandag. Dus volgende week maandag voor jullie. Dus ja, ik laat je nu de foto's zien. Als eerste deze foto. En deze heb ik gemaakt met Jamie en Jacqueline. En deze foto met Jamie. Dus ik heb twee leuke foto's. Oké, ik ben dan zo een tijdje thuis. En ik heb niet echt gefilmd vandaag in de stad. Maar ik heb iets super tofs gekregen. Ik mocht mijn telefoon verlengen. Mijn abonnement verlengen. En ik heb dus een nieuwe telefoon. Ik ben film er trouwens nog niet mee, want hij is nu aan het opladen. En ik wil hem zeg maar helemaal vol laten gaan. Dan ik hem ga gebruiken. Maar vanaf volgende week, dus de vlog die jullie volgende week zien, de weekvlog, die is met mijn iPhone 6 gefilmd. Ik heb de iPhone 6 gekregen. Ik heb de gouden versie gekregen. Want ja, ik mocht kiezen tussen grijs,
zilver en goud. En ik had al heel erg lang het idee van, oké, weet je, goud ga ik gewoon nemen. Want dat vind ik ook gewoon echt een mooie kleur. Oh, wacht, ik ga hem gewoon aan jullie gelijk laten zien. Trouwens, mijn ventilatortje. Die staat hier. Kijk, dan ben ik ook gelijk van die streep af. Kijk, dit is mijn nieuwe telefoon. En dit hoesje zit erop. Zo'n mandala-achtige telefoon. Ik ben er super blij mee. En het is nu ongeveer 7:45. En ik heb ook besloten dat ik bij deze gewoon de weekvlog lekker ga afsluiten. Ik bedank jullie voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat ik lekker veel beeldmateriaal heb, maar jullie zien dat waarschijnlijk al. En misschien ik ook tijdens het editen pas van de weekvlog. Dan bedank je voor het kijken. En dan zie ik jullie aanstaande woensdag weer met een nieuwe video. En anders volgende week maandag bij een nieuwe weekvlog. Dus tot volgende week of tot woensdag. Doei!